ZZ Leiden mocht zich deze week voor de vierde keer op rij landskampioen noemen van het basketbal. En daarom, groot feest natuurlijk, maar vanwege corona kon dat eigenlijk niet zo goed gevierd worden. Tot vandaag. Het is vandaag prachtig weer. En de gemeente Leiden heeft toestemming gegeven om te vieren in Leiden. En daarom gelijk maar eventjes een bruggetje naar onze verslaggever in de stad. Chris, goedemiddag. Ja, ik sta inderdaad op een bruggetje, dat klopt. Want vertel, wat is er allemaal aan de hand in de stad? Nou, het is een bescheiden viering, zal ik maar even zeggen. We staan nu ter hoogte van de Pelikaanhof, daar liggen de boten. Ik zal ze even laten zien. Daar zitten de spelers nu nog niet in. Die zijn achter mij net hier naartoe gekomen. De boten liggen hier naast elkaar. Zometeen gaat de sportwethouder Paul Derksen de spelers toespreken om ze te feliciteren. Ik zie hem trouwens nu aankomen lopen. Dus dat kunnen we zo meteen eventjes live laten horen en laten zien. En dan gaan ze een rondtocht maken door de stad. Waarschijnlijk wel een paar rondtochtjes, want ze gaan tussen 12 en 2 door het centrum varen. Okay. Zodat zoveel mogelijk mensen op verschillende plekken de spelers kunnen toejuichen, zonder dat er op één plek heel veel mensen komen. Ja, ja. Want dat is natuurlijk, moet allemaal nog een beetje geheim blijven waar ze dan aanmeren, denk ik. Maar kan jij iets vertellen over waar ze dan langs gaan varen? Weet jij de route uit je hoofd? Ja, ze gaan van hier af naar de Beestenmarkt. En daar schijnt een heel groot legioen aan supporters te staan. Toch wel? Ja, toch wel. Nou ja, een beetje uit elkaar uiteraard, anderhalve meter. Ja. Daarna varen ze via de Apothekersdijk door naar de Nieuwe Rijn. Daar hebben we natuurlijk alle terrassen in de buurt van het Stadhuis. Dan varen ze door en dan gaan ze over de Herengracht weer terug richting Oude Rijn. En dan gaan ze, als tijd genoeg is, gaan ze nog een keer dat rondje maken. Een beetje een peurbakken rondje, denk ik. Het is een peurbakken rondje, inderdaad. Ja. En het is mooi weer. Ja, we hebben toch een klein soort peurbakken tochtje dit jaar. Ja, inderdaad. Heerlijk. Gezellig. Nou, zometeen dus de toespraak van de sportwethouder. Dan horen we je straks weer, Chris. Ja, zo rond 11:45 was gezegd. Ik weet niet of dat het al is. Hij staat er inmiddels al, dus ik vermoed over een paar minuutjes. Oké, nou ja, als het zover is, dan schakelen we weer naar je op... waar sta je eigenlijk? Op het bruggetje in Leiden? ik weet niet, heet het de Pauwbrug? Nou, in ieder geval die brug met die pauwen. Oh ja, ja, nou, helemaal goed. Chris, we houden je op de hoogte, of jij houdt ons op de hoogte. En we spreken je zo weer. Ja. Chris de Waard, verslaggever, die volgt het nauwlettend in de stad. Chris, goedemiddag, wie heb je nou weer voor de camera? Nou, de sportwethouder zagen we net al even toen hij de spelers in de boot toesprak. Ik weet niet of dat allemaal even goed te verstaan was, want er was ook wel wat herrie en gejuich. Maar we hebben hem even voor de camera gevraagd, Paul Derksen. Nou, dat is een mooie dag, hè, vandaag. Ja, tenminste, donderdag was echt de mooie dag, maar vandaag met een huldiging op het water, kan niet beter. Alles valt eigenlijk op zijn plek. Het is na een seizoen waar je natuurlijk iedereen had graag in de hal gezeten om juist kampioen deze ploeg te zien worden. Maar dat we dan vandaag onder dit zonnetje, vanaf Leidse grachten, het team toch kunnen eren. Dat is wel echt wel een kers op de taart en de fantastische prestatie van het team. Ja, want het is natuurlijk een heel gek seizoen geweest. Laat op gang gekomen, ook tussendoor nog een keer gestopt en toen toch weer begonnen. Ja, klopt. Het seizoen is natuurlijk begonnen en eigenlijk vrij snel weer zijn ze moeten stoppen. Ze hebben het zonder publiek uitgespeeld in een bubbel. Veel pesten natuurlijk. Dat is eigenlijk allemaal uitzonderlijk goed gegaan. Voor de beker had men toen eigenlijk een beetje een zeper tegen weer. Dat we allemaal dachten, nou, dit seizoen gaat uit als een nachtkaars. Wat wordt dat met de play-offs? En vervolgens spelen ze fantastisch en winnen ze met 3-0 van Den Bosch. Ja, dat is ongekend. Ik loop zelf ook wat langer in de stad hier. En ik heb dat wel gevolgd, het basketbal van dichtbij. En dan winnen van Den Bosch in Groningen is altijd heerlijk. Ja, want het zijn toch de twee aartsrivalen eigenlijk altijd van Leiden. Hè? Ja, zeker. En vanuit het verleden, vanuit de Parker Leiden tijd, Den Bosch zeker. Dus ja, dit is fantastisch en mooi om te zien dat ze ook allemaal heel blij mee zijn. Ja. Ze zijn inmiddels een beetje uit het zicht verdwenen, de boten. Ze varen nu naar de Beestenmarkt volgens mij als eerste plek waar ze even toegejuicht kunnen gaan worden. Met het mooie plein. En dan maken ze een rondje door de stad en dan gaan we een beetje volgen. Heel goed, leuk. Goed dat jullie dat volgen. Veel plezier. Als je nu inschakelt, dit is de middag van Sleutelstad. In de stad staat nog steeds Chris de Waard, onze verslaggever die live verslag doet van de huldiging van ZZ Leiden. Hoe is de sfeer daar? Goedemiddag. Nou, die hangt er lekker bij, Yves. Nou, mooi.
Inmiddels een stukje vooruit gereden. Ik denk, dan kan ik een mooi plekje opzoeken. Dat heb ik gedaan hier op de steiger bij de haven. En daar komen ze in de verte aanvaren, de boten van ZZ Leiden met de spelers. En daarachteraan nog een heleboel volgbootjes met allemaal andere mensen. Ondersteunende staf van de basketballers. Die natuurlijk ook allemaal meedoen met deze zegentocht door het centrum van Leiden. Ja, nou, het ziet er allemaal gezellig uit. We zagen je net al eventjes bij de Beestenmarkt. Daar was het echt heel groot feest. Ja, daar stonden allemaal fans bij op het hoekje. En die hadden allemaal vuurwerk meegenomen van die rookbommen in alle kleuren. Ik begreep dat er inmiddels dat onze collega Rianne daar een leuk filmpje van op Instagram heeft gezet. Kunnen de mensen ook eventjes daar terugkijken. Nou, inmiddels hier ook publiek naartoe gekomen om de spelers toe te juichen. Ik zal ze eens eventjes in beeld brengen daar boven. Kijk, en dat zijn de spelers, ja, denk ik. Daar zijn de spelers, de tweede boot. En inmiddels een hele sliertboot erachteraan, dat zie je wel. Ja. Dus het is een gezellige boel. Er zijn natuurlijk sowieso veel mensen op het water met het prachtige weer. Eerste mooie weekend eigenlijk van het jaar, hè? Ja, zeker. Dus dat is echt top gepland zo. En natuurlijk met al die bootjes kan de anderhalve meter goed in acht worden genomen. Ja, ja. Want het team zelf, die spelers, die zitten in een soort bubbel. Die zijn steeds tijdens de hele competitie getest, dus die mogen bij elkaar aan boord. Ja, en de kleinere bootjes erachteraan, ja, dat zijn natuurlijk gewoon vaak mensen die tot één huishouden behoren. Dus die hoeven die afstand niet te houden. Nee, nee. Nou, gezellig. En varen ze dan uiteindelijk nog naar een huldiging toe of blijft het bij de boot? Nee, het blijft wel bij de boten. Want als ze dat zouden doen, dan is de gemeente natuurlijk bang dat iedereen daar dan naartoe komt. Dat je het dan niet meer de regels kan handhaven. Nee. Real Heroes Come From Leiden, dat is natuurlijk een knipoogje naar Den Bosch, want die heten Heroes Den Bosch. Ja, en daar hebben we met maar liefst 3-0 natuurlijk van gewonnen, want dat is natuurlijk wel heel aardig in die play-offs. Maximaal 5 wedstrijden en wie er het eerst 3 punten haalt, ja, die kan niet meer verslagen worden en heeft dus gewonnen. Ja, dat ging heel goed, dat ging 1-0, 2-0, 3-0, dus in 3 wedstrijden was het gekeken. Ja, 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 het was echt een... In dat opzicht niet echt een spannende wedstrijd. Nee, Mark. Ik vond het toch wel leuk. Nee, het was zeker leuk. Ja, ja, ja. Nou, het ziet er echt... Inmiddels hier de Oude Rijn op. En weer richting... waar kom je dan uit? Dan kom je uit weer bij Annie's en de Waag. Okay. Waar we net ook al even geweest zijn. Nou, ik ga eens kijken of we ze nog een laatste keer ergens op kunnen pikken. En dan meld ik me wel weer. Ja, helemaal goed. Dan zien we je wel weer verschijnen. Chris de Waard, dankjewel. Live vanuit het centrum van Leiden. Voor de 4e landstitelhuldiging van ZZ Leiden. We houden je in de gaten. Ja, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar de middag van Sloterstad. Deze middag een extra, ja, hoe zeg je dat, feestelijke uitzending. Want ZZ Leiden wordt gehuldigd in de stad. Dat doen ze door middel van een rondvaart. Ons verslaggever Chris de Waard is weer aanwezig. Ik zie dat Chris inmiddels zelf op een boot is gaan zitten. Chris, ben je al een beetje verbrand? Mijn armen misschien een beetje. Ja, dat zou zomaar kunnen. ik zit trouwens wel op de beste boot waar je op kan zitten. Een terrasboot. Kijk, jij hebt er gelijk een biertje bij gepakt. Nou, het is een tonnetje geworden. Nou, we staan hier dus bij de Duke of Oz. Daar komen ze zo meteen langs. Dat is een beetje het staartje van de vaartocht van het team van ZZ Leiden. Ja. En hier recht voor me zie je een blauwe rug. De blauwe kleur van de blauwe brigade, de sportvereniging. En die zitten klaar met... Nou, ik weet niet of het een confetti-kanon is of een rookbom. Allebei. Oh jee. Allebei hoor ik. Allebei. Als we zo meteen hier onder de brug doorkomen bij de turfmarkt, dan gaan we dat allemaal meemaken. Oké. Okay. Nou ja, voor alle mensen thuis, kijk vooral mee op Sleutelstad TV, want jij zit daar bovenop. Maar ze doen er dus alles aan om hun team te huldigen, zeg maar. Ja, is... een beetje moeilijk te zien of ze al bijna er zijn, want ze komen vanaf de Apothekersdijk, draaien ze zo langs de Beestenmarkt en dan hier de brug onderdoor. Maar ja, die is vrij laag, dus we zitten vooral tegen de brug aan te kijken. Maar Emiel van Aal staat naast mij. Weet jij waar ze nu varen? Volgens mij komen ze eraan. Nou, de sfeer is er in ieder geval, de blauwe vereniging, of hoe noem je ze, Chris? Gaat helemaal los.
Nou, volgens mij maken ze de tijd wel vol hier, Yves. Tot de komst van het team. Helemaal top. Hé, maar Emiel die ging nog wat vertellen. Wat had Emiel verteld? Die verwacht ze over een minuut of vijf hier. Ja. Omdat ze via de Apothekersdijk hier naartoe aan het varen zijn. Okay. Langs de Beestenmarkt en dan hier de Oude Vest op. En dan varen ze naar het eindpunt waar ze weer uitstappen. Ja. Dus dit is dan ook onze laatste bijdrage vanuit de stad met een glimp van het team. Maar ik denk wel dat het een mooie knallende afsluiting gaat worden. Ja. Ik zou zeggen, blijf gewoon een beetje meekijken. Draai ondertussen nog een liedje. Ja. En dan zien we ze vanzelf verschijnen. Hoe was is het allemaal vermoedelijk verlopen? Want ik zie dat er ook veel handhaving en politie toch mee vaart. Oh. Nou goed, wij gaan inmiddels maar eventjes door met een plaatje. Het is met al dat gejuich niet zo heel goed te verstaan. Maar als ze de brug onder vandaan komen en het spektakel begint, zijn we ongetwijfeld bij. Ja, het is toch één grote sfeer in Leiden. Je kan het volgen via Sleutelstad TV. Momenteel zien we daar weer de huldiging. De laatste plek van ZZ Leiden waar ze aanmeren, denk ik, Chris. Daar ben je weer. Goedemiddag. Ja, op de Turfmarktbrug met de camera richting de Beestenmarkt waar ze nu aankomen varen. Ja. Daarmee gaan ze onder de brug door en dan wordt het nog een groter feestje. Want daar zit de supportersvereniging, de Blauwe Brigade, klaar met rookbommen en confettikanonnen. De nodige liederen, want dat hoorden we net al een beetje. Ja. Ja, dit is ook het einde zo'n beetje van de vaarttocht. Want straks varen ze via de Oude Vest terug naar de plek waar iedereen uitstapt. En dan gaan ze weer lekker naar huis of ik weet niet wat ze gaan doen. Maar dan is in ieder geval de zegentocht afgelopen. Nou, we zien hier mooi voor op de punt van de boot de bokaal staan. Waar ze er inmiddels nu vier van hebben in totaal? Ja. Waar komt hij te staan, weet jij dat? Kijk, hij wordt even beter gepakt. Net in de voorschot, hè. Ja, mooi plaatje. Ik kijk naar de andere kant van de brug. Ja, we volgen je, Chris. Onze razende reporter. Kijk, daar is de confetti. En de rookbommen. Richting de ZZ Leidenspelers op de boot. Ja, dat is leuk. Nou, de huldiging van ZZ Leiden live vanuit de stad. Die heb je kunnen meekijken de afgelopen uur. Dit was de laatste locatie waar ze langskwamen. Nou, wordt nu groots gevierd met confetti en rookbommen. Live vanuit de stad dus, waar ze zo dadelijk weer uit zullen stappen. En ik denk zelf nog door zullen feesten. Nou Chris, nog heel veel plezier in de stad. Bedankt. We zullen nog even doorkijken met je beelden. En, we laten hem nog even lopen. Ja, we laten hem nog even lopen. Helemaal goed. Nou, fijne middag. En aansluitend natuurlijk dit heerlijke praatje. Carnaval de Paris past natuurlijk bij een feestelijke dag zoals deze. Prachtig zonnetje, vergeet je niet in te smeren.